Ik doe alleen maar een Koendaan vandaag, jongens. Sorry. Mensen die dit zien, die Minecraft spelen, moeten het zo frustrerend zijn. Dit is Get Owned 2017. Yes, het is tijd voor de Minecraft Challenge. Vandaag gaan jullie individueel in onze eigen Get Owned Mansion een parcours afleggen. En degene met het beste tijd, die krijgt 100 punten. Succes! Oké, ik ben nu zenuwachtig, joh. Oeh! Oké, ik doe mijn TNT'tje weg. Yes? Let's go. Oké. Oh nee, hij valt er gelijk. Oké, we zijn vertrokken. Dit is natuurlijk niet mijn game. Maar we gaan het heel rustig aanspelen, zodat we in ieder geval een beetje een paar checkpoints mee kunnen pakken. Kom op, spring. Oké, let's go, daar gaan we. Ik ben Minecraft Pro, dus dit komt helemaal goed. Oké. Wouter, jij helpt mij, hè, als het niet lukt. Ik heb de druk is te hoog. Dat is het probleem aan Minecraft altijd. Met Minecraft word ik altijd bang. Vooral van vliegende blokken, want dat kan helemaal niet. Oké, let's go. Minecraft. Een game. Niet eens. Kijk, gaan we. Yo, Minecraft commentator Acer in de building. Oké, we gaan vandaag het meest stresserende spelletje ooit spelen. Ik heb het laatste keer echt Minecraft afgespeeld. Was ik denk ik dronken of zo. Ik kan dit echt niet spelen zonder helemaal te stressen. We zijn dus parkour aan het doen. En ik heb geen respect voor YouTubers die dit doen, want ik denk dat je er echt veel ziektes van krijgt. Hey, rustig. Je sloeg me er bijna af. Ik sta 9, dus ik heb niks te verliezen. Dat geeft wel een chill gevoel. Bij de eerste challenge had ik echt zo van, oh, ik moet nu echt punten halen. Maar als ik nu punten haal, dan word ik dus nog laatste. Of één van de laatste. We hebben in ieder geval 10 minuten de tijd, dus dat is nice. Geen stress. Ik ben echt zo freaking slecht in dit spel, man. Ik ga die eerste checkpoint niet eens halen. Oké, schoon, ik moet niet gaan stressen, dan komt alles goed. Oh nee. Oké, nu wordt hij lastig. Focus. Nee! Kak! Oké, snel, respawn. Ik moet geen tijd verliezen. Dit was al 42 seconden. Ik moet nu rustig blijven jumpen. Als ik nu ga opfokken, dan wordt het helemaal niks. Oh, ik vind dit soort jumps echt het lastigst. Oké, nice. Ik ben al 2 minuten bezig en ik heb nog niet eens een checkpoint, jongens. Dat is heel slecht. Ik ben zo blij als ik weg ben van dit. Nee! Ik was zo ver. Zo veel tegelijk, man. Kijk, shift. Yes, there you go. Nice. Nu gewoon rustig weer. Rust. Deze zijn hetzelfde, die glijdt alleen een beetje door. En je start iets langzamer op, dus je moet echt lopen en dan springen. Heel rustig. Kijk, en je glijdt hier ook op. Deze is zo... Dit is zo sketchy. Oké. Oké, wacht maar. Hier moet ik me wel even op bewijzen, man. Ik ben altijd die Minecraft Pro geweest. Oké, nu moet ik shift gaan gebruiken. Oké, of doodgaan. Dat kan ook. Oei. Wat? Wat heb ik gedaan? Hij zit in mijn linkerhand. Dodo, hij zit in mijn linkerhand. Wat heb ik gedaan? Ai. Oké, let's go. Ijsblokjes, die moet ik stoppen met shift. Ja, dit gaat niet echt goed. Kak. Oeh. Ik doe alleen maar een Koendaan vandaag, jongens. Sorry. Shift. Waarom is die shift hier zo klein? Wat de fuck, mogol ben ik, echt waar. Zoveel respect voor mensen die dit gewoon spelen. Nee. Ik kan het gewoon echt niet. There you go. Nice, dude. Nice. Ik haal Minecraft echt. Mijn handen trillen ook echt helemaal. Er is jongens die goed zijn met hun vingers, zijn waarschijnlijk echt goed in parkour of zo. Dus ik ben wel goed in. Nee joh, meen je die? Gast, ik ga echt slecht. Je kan vanaf hier springen. Oh, maar dat kan ik blijkbaar niet. Ai, kijk, snel lukt het wel. Wat is dit voor een moeilijk? Oei! Wat was dat? Mensen die dit zien, die Minecraft spelen, moeten het zo frustrerend zijn. Ik kan echt niet met die controles over. Ik heb nou in ieder geval wel shift B, dus dat gaat niet goed. Gewoon rustig. Yes. Oh, wow, yo. Ring je wel heel hard. Goed zo. Het helpt wel als ik geluidjes maak, merk ik. Ja, nee, doe maar, zeker.
Oeh, trappetje. Oké. Weet je hoe... Ah! Nee, rot op. Er is nog geen checkpoint. Ah. Dan spring je weer en shift. En weer terug. Oh, snap je hem? Ja, ik snap hem. En dan spring je weer. Het enige wat je nooit moet doen is met shift springen, want dan spring je heel erg zacht. Ai. Ai, we got this. Natuurlijk. Papa Dodo, I got this. Oh shit, wat nu? Die kant op, ja, ja. Ah, kutspel, jongen. Het ijs is zo glad, jongen. Oh! Oh, oh die diepte hier ook. Gadverdarrie, jongens. Ik ga druk op de verkeerde knop. Waarom spring ik zo fucked up laag, man? Ik moet dubbel W doen. Ga je naar voren en springen. There you go. Okay. Rustig nu, oké? Deze is moeilijk. Nee! Nee! Ik kan het gewoon echt niet, man. Jawel, Mikey. Kom op, bro. Blijf nu. Nu. Blijf staan. Oké, praat met me. Vertel. Zag lieve dingen. Oké. Je haar zit echt fantastisch vandaag. Dat is echt niet waar. Oké, ik word echt gek voor mezelf. Ik word echt gek voor mezelf. Ik draai echt door. Ik zweer het. Je kan ook gewoon achteruit lopen. Oké. Kijk, dan blijf je vooruit kijken en dan ga je met S, zie je? En je kan er toch niet afvallen. Oh. Oh, ik had... was geen shift. Ik had net de laatste shift ingedrukt. Kom goed. Zeg maar eerst lopen en dan springen. Ja, there you go. Hupsakee. Ai, dat werkt goed. Dat is goed, hè? Daarvoor ben ik hier ook, man. Ai. Kijk naar de plek waar je heen wil. Ja. Nee! Waarom jumpte ik de eerste paar keer gewoon nog goed, man? Nou! De baan op de helft hebben we nog steeds maar één checkpoint. Nou, als we die tweede checkpoint überhaupt, als deze ijs-checkpoint halen, vind ik het al heel wat. Waarom valt hij hier af? Ik pak de goede balk niet, denk ik. Wat? Hoe kan ik het opeens niet meer halen? Nee! Oh my fucking god, what the fuck? Are you kidding me, jongens? Ik was zo ver, echt. Waarom moet ik het altijd op het laatste moment afvakken? Ik kijk naar de linker voorhoek. Dat is het kortste punt. Je gaat naar voren en je springt. Ja? There sick, you go, bro. Hupsakee. Rustig. Thanks, man. Want dit zijn de belangrijke puntjes. Easy going. Rip. Ik ben niet... Yes, nee! Kanus! Ah, ik drukte op shift! Fuck! Dit is de fuck! Dit is de reden waarom Minecraft eigenlijk niet goed is voor je hart. Ik moet rustig blijven. Precies. Ik moet rustig blijven. Dus het is meer psychisch dan dat je het niet kan halen. Ja, moet ik rennen? Is dat beter? Ja, het is wel makkelijker. Oeh! Precies. Oeh. There you go, ninja boy! Oh mijn god. Oké, moet ik dit ook rennen of niet? Nou, het hoeft niet. Het kan. Oké, pak die shit. Ai! Shift. Naar achter, vanuit het midden springen. Oh mijn god. Nee! Yo, holy shit, ik heb de checkpoint in ieder geval. Even kijken. Lekker! Oké, okay, let go. Come on, Mike. Nee. Ik ga meteen door, joh. Rustig aan, hè. Rustig. Oké. Nu ga ik wel aan een aardig tempo. Oké. Fuck! Oké, even rust. Dit worden belangrijke sprongen. Neem de tijd. Yes. Oh, ik glijd door op dat ijs. Oh mijn god. Mijn hart, jongen. Oh nee. Kut. Ik pak niet een shift, ik pak gewoon die knoppen naast. Omdat je zoveel knoppen hebt op de computer die er niet toe doen, kan ik dit... Wat? Het is gewoon lastig, oké? Ik deed echt rustig aan, ik deed echt mijn best. Echt waar. Ja, hier kan je dubbel. Nah, fuck. Dit is een hele moeilijke jump, want je moet nu gaan sprinten. Oh nee, ja. Ik dacht dat het niet moeilijker kon. Oké. Ben ik al voor mij die moeilijke sprong? Oh nee, kutzooi. Nee! Kijk, ik ga niks meer zeggen. Ja, ik ga gewoon zeggen wat ik doe. En ik spring, 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 en ik druk op shift, en ik rust even, en ik adem. En ik spring, en ik spring, en ik spring, en ik spring, en ik ga even weer rust. Oké, even de tijd nemen. Stilstaan. Juist. Kom op. Nice, nog één sprong. Nice. Juist! Oké, lekker. Okay. Checkpoint 2. Checkpoint 2. Let op, spring op dat paaltje. Oh ja. Nice. Nee! Oh. Hoe dichtbij was ik? Ik heb nog geen enkele deze hele week zo heb ingespant voor een game, jongen!
Dit heeft geen zin meer, jongen. Deze, ga, niet halen, deze ga ik niet halen. Ik kom jou helpen. Hoezo? Wat ga je doen? Ik ga je vertellen hoe je het moet doen, oké? Ging ik verkeerd? Nee, je gaat goed. Laatste rondje, kom op. Oké, 1 minuut. Oh, man! Echt, die TNT heb ik al zo vaak ingeklikt dat ik wil nu ook gewoon mezelf opblazen. Zorg dat je hier overspringt, zeg maar, in die lijn, dat je als je te ver springt, dan land je alsnog op het volgende paaltje. Dus gewoon zorg dat je je shift inhoudt. Nee! Fuck. En dan doe je dus control, hou je ingedrukt. Dan doe je W naar voren en je springt. Oké, nou, maakt niet uit. Kan gebeuren. Ja, we gaan gewoon nog een keer doen. Oké, ik heb dat dus. Fuck! Oh. Ik flip niet eens. Dit is gewoon echt een natuurlijke reactie. Omhoog. Oh. En shiften. Shift loslaten en dan echt van de rechterpunt naar de linker springen. Ja, precies. Ja, kan dit? Ja man, je kan dit. There you go. Oké, dan moet ik deze niet opfokken. Okay. Kan deze in 1 jump? Ja, pak hem van de rechterpunt naar de middelste punt daar. Kan dit? Ja, dat kan. Woe! Waar is die checkpoint? Oh, is helemaal omhoog. Dit is toch wel een stuk. Maar het gaat om niet. Elk blokje stelt mee in je score. Ja. Dus nu even echt rustig doen. Want ja, dit is denk je laatste run. Dit is mijn laatste run, ja. Naar achter, naar voor. Naar achter. Doorlopen. Naar voor. Fire op die shit. Nee. Wordt niks meer, man. Gewoon nog even freestyle. Mag ik hier even checken wat hij gaat doen? Ja, kijk maar achter die deur. Aanloop nemen vanaf paaltje en dan op de rechter. Yes. Ja. Fuck yeah, dude. Lekker, man. En de rol van. Ja, rustig. Oké. Let op. Hierop? Ja, maar ga niet dood, want je hebt geen checkpoint meer. Oké, hierop. Ja. En gewoon er tegen springen. Okay. Er tegenop en dan shiften. Lekker. Okay. Hou die shift ingedrukt. Ja. Goed zo. Ja. Oké, dit wordt denk ik je laatste run. Dus doe hem met beleid. Nice. Nee. Goed zo. Nee, niet stressen. Good. Rustig good, good. Blijven. Oké. Rustig. Oeh. Mooi. No! Ja, dit was hem, hè. Ja, ik ga het niet halen, jongens. De tijd raakt op. Come on. No! Oké, GG. Ik heb mijn best gedaan. Goed zo, pak hem in de lengte. Ja, nog één verder. Ja, nog één verder. Nog één verder. Nah, fuck it. We laten die erbij. Holy shit. Nice. Gewoon een hele kamer. Oh, dit is gewoon... Hier zitten allemaal command blocks. Teleporteren mensen. Fucking sick. Dit is het huis. Dit is de kamer van Vera, als je hierin gaat. Zie je? Ah, sick. Ah, dat vind ik echt ziek gemaakt, man. Sick, hè? Ja, man. Echt nee. Hey, dude. Hey. Je hebt het fucking goed gedaan. Thanks, lekker, man. Bra. Thanks, man. Rustig. 15 seconden. Hoi. 10 seconden. Hoi. Ah, je hebt hem. Nice. Lekker, dude. Checkpoint 2. Daar is de derde checkpoint. Oké. Deze... Omhoog kijken. Pas op. Nee, fuck! Ah! Op de ladder. Shiften wanneer je erop komt. Omhoog kijken. Oké. Als je deze haalt, ben je... Ja? Ja? Yes! Lekker! Voorbij, man. Lekker! Control ingedrukt. Kijk naar het kortste stuk. Je hebt nog 10 seconden. Kijk naar het kortste stuk. Control, rennen en springen. Als je dat haalt, ben je voorbij Mike. Nee! Oh my god! Kaksoi! Goed zo. 3 blokken. 2. Oké, als je op dat blokje staat, staan jullie gelijk. Oh my god! Hallo! Ik haat mijn leven! Ik haat mijn leven! Nee! Dat was zo dichtbij! Nee! Oh, het scheelt 20 punten. Alright, nu moet de leraar dan ook zelf aan de bak. Tijd om dit parcoursje even te klaren. Ik ga kijken of ik misschien ook nog wat feedback kan geven. Ik hoop dat ik hem überhaupt kan halen. Want het is altijd, als je dingen goed kan, dan ga je het sowieso fout doen. Omdat mensen gewoon verwachtingen hebben. En je denkt zelf dat je echt freaking awesome bent. Maar eigenlijk valt best wel mee. En ben je gewoon een beetje een noob. Maar we hebben in ieder geval checkpoint 1 in 15 seconden. Daar gaan we voor. Ja, 1 jump die de mensen niet deden was hier dubbel jump overheen. Hupsakee. Dat bedoel ik, jongens. Kijk, als het goed is kan je deze skippen namelijk. Kijk, zie je dat? Hoef je niet zo ver te springen. Hier kan je ook gewoon overheen lopen. Iedereen zat telkens te springen. Maakt verder niet uit. We gaan even hier door. Omhoog. We zijn langs Mattie. 38 seconden. Kom op. Groetjes Mattie, we gaan langs Hanwee, langs John, Erik en Mike op de 44 seconden. Pak hem hier. Ja, ik ga even voorzichtig spelen jongens, want dit zijn dus ook die punten waar je geen checkpoints hebt. En als je hier flikkert, dan doet dat pijn.
En voor de duidelijkheid, mensen vroegen zich af of ik de map heb gemaakt. Ik heb niet de map gemaakt. Mensen die zeg maar meewerken aan mijn server. Oh, dat waren trouwens, dat was Chromo. Oh ja, dat was Chromo. En Rijk zijn we ook voorbij. Hupsakee. Ik heb deze map door mensen laten maken. Dikke shout-out naar onder andere Delano voor het helpen. Dankjewel, broeder. Die heeft de map gemaakt. Maar we moesten even kijken of het een beetje te doen was. Hier staat ons Chesto. Chesto, shout-out naar jou, broeder. We gaan hier naar beneden. Prachtig jumpy. Hupsakee. Pakken we deze door. We moeten nu wel een beetje vaart maken. Voordat het te laat is allemaal. We gaan hier omhoog. Met de trappen dus omhoog kijken. Dit vind ik een hele moeilijke, persoonlijk. Dus ik ga gewoon kijken of ik hem kan. Oh, yes. En dan zijn we voorbij Gio op 1.37. Let's go. We zijn eerste, jongens. Woehoe. Gaan we over de kaasblokjes. Ik ga jullie gewoon de rest van de map laten zien als we dan toch bezig zijn. Toch? Yes. Ik vind het trouwens wel echt lachen dat we al die bordjes hebben neergezet. Dat je iedereen kan zien. We komen hier in het huis. Moeten we over de balken. Hadden jullie trouwens gezien dat dit het huis is, jongens? Ik hoop het wel. Er is heel veel werk in gegaan. En een sprong en dan zijn we bovenop die berg. In het lava. Oh man. Ik ga hem even blussen hoor. Oké, we gaan hier links. Dit is een naar hoekje, want het steen steekt daaruit. Ugh, ik heb hem wel. Hier ook weer. En ja, het lava is niet heel erg fijn. Zo, pak hem hier omhoog. Nog een keer omhoog. Weer op deze hekjes, vervelende hekjes. Want hier op het steen. Ja hoor. En pak hem hier omhoog en hier. En dan zijn we bij checkpoint 5 alweer. Hier kunnen we ook op zich wel een beetje doorrennen, want dit zijn van die lange checkpoints. Van die lange jumps. Er zit wel echt eentje in die ik altijd verkeerd doe, en dat is deze. Kom op. Yes, lekker. Nou, nu moeten we gewoon... Dit is echt wat ik ook tegen Hanwee zei. Hanwee, jongen, niet huilen. Rustig blijven. Want de finish is in het vizier en we hebben hem afgerond in 2.51. Woe! Goed gespeeld, mannen. En de score van deze challenge is als volgt. De volgende keer in Get Owned. Ik leef! Oh my god, ik heb er echt geen zin in. Holy fuck! Ja! Woo! Superman! Dit is Get Owned 2017.